we hadden dat zelfs eigenlijk niet helemaal door, hè, dat die elkaar niet meer gezien hadden. Ze doen blijkbaar wat digitale ministerraden. Er wordt al eens gewhatsappt. Maar voor de rest is het daar dus muisstil. Je hoort daar zo die tumbleweeds gaan er door de wedstrijd. Ik zit weer met een pak vragen over de politieke actualiteit in ons land, zo tussen Vivaldi en Arizona in. En ik stel ze aan de hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Liesbeth Van Impe. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En aan politiek journalist Arnout Gyssels. Dag Arnout. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het Punt van Van Impe. Geen Hannes deze week, maar er lopen hier nog goede journalisten rond. Ik sleur ze naar de studio onder lichte dwang, maar nee, Arnout volgt ook alles op de voet. Hij heeft ook al ooit in deze podcast gezeten. Dus, ja, welkom Arnout. Kwestie van eens een andere stem te laten horen dan die van Hannes Hendriks. Grijp je kans, Arnout. Hannes die was heel pessimistisch over de slaagkansen van Arizona. Jij ook? Ik ga een beetje meer een cheven antwoord geven, denk ik. Je ziet het niet komen, Arnout. Je ziet het niet komen. Nee, ik denk dat de dingen die nog op tafel liggen, zijn de moeilijke kwesties. Daar is eigenlijk nog altijd niet echt duidelijk hoe dat ze het akkoord precies gaan doen. Fiscaliteit dan, daar heb je het over. Inderdaad, ja. Maar je ziet wel dat de flow er iets in zit. En als je dan bijvoorbeeld minister De Prater leest in de Humo, die was toch enigszins optimistisch. Dus ja, ik sluit niet uit dat het nog gaat lukken, maar het lijkt mij nog altijd wel een lastige noot om te kraken. Ja, Liesbeth, vind jij dat er meer reden tot optimisme voor Arizona is dan vorige week? Vorige week zaten we nog echt van, allee, ze zijn terug, maar menen ze het wel echt? Nu hebben ze een week... Allee, iedereen is blijven zitten. Er is niemand gaan lopen. Dan moet je dan als heel goed nieuws interpreteren. Maar vandaag beginnen ze terug aan de sociaal-economische dossiers. Ze doen dat in bilaterales, als ik het goed begrepen heb. Ja. One-to-one gesprekken zijn dat. Niet allemaal rond een tafel, want voordat je het weet zijn Bouchez en Rousseau weer tegen elkaar bezig. Dus dat betekent dat het... Piano, voorzichtig, terwijl we toch al bijna 6 maanden bezig zijn. Hè. Dus het is nog altijd blijkbaar een mijnenveld waar Bart de Wever heel voorzichtig aan manoeuvreert. Dus ik hou met de rest, samen met de rest toch de adem nog wel even in. Ja, ik vraag dat is mij ook een zeven antwoord. Enerzijds, anderzijds. Ja, dat, maar goed. Ik vraag mij eigenlijk af hoe het zit met de rol van de koning. Wat doet de regering ook in lopende zaken? En hoe komt het dat de Vlaams Belangteller na de gemeenteraadsverkiezingen nu plots op 4 staat? Daar zou ik graag 3 punten over krijgen. We zijn vertrokken voor een nieuw Punt van Van Impe. Vandaag is een historische dag. Het Cordon Sanitair bestaat niet meer. En op dat pad wil ik graag verder gaan op naar 2029. Cordon Sanitair bestaat niet meer, zegt Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang. Liesbeth, heeft hij gelijk als hij dat zegt? Dat hangt dus van je definitie af van het Cordon Sanitair. Ik denk dat we dat hier al eens uitgelegd hebben. Ja. Strikt genomen is het de afspraak tussen de klassieke, de partijen die niet het Vlaams Belang zijn in de wedstrijd, om geen bestuursakkoorden met het Vlaams Belang te sluiten. Ook deze keer weer zijn het niet klassieke partijen, het zijn lokale partijen. Iedereen die toch nog met een lidkaart van een klassieke partij rondloopt, die is gewoon meteen weer lidkaart weggooien. Uit de partij gezet. Dus in die zin is het nog altijd niet doorbroken. In Ninove zeiden, daar is niet doorbroken, want daar hebben ze een absolute meerderheid. Ja. Dus er is geen bestuursakkoord gesloten. Dus het blijft overeind dat CD&V, Open VLD, Vooruit, Groen, N-VA, allemaal weigeren om ook op lokaal niveau bestuursakkoorden met het Vlaams Belang te sluiten. Maar hij heeft wel gelijk natuurlijk dat hij in 4 gemeenten, en het zouden er misschien nog 5 of 6 kunnen worden, de komende 6 jaar zal meebesturen. Ja. En de doelstelling van het Cordon Sanitair was natuurlijk altijd om ze van het bestuur te houden. En dan moet je zeggen, dan zitten er barjes in. Ik zou niet zeggen dat het in de vuilbak ligt, maar allez, het is zo'n tellerke waar dat er een paar krassen in zitten. Ja, er zitten barjes in. Die barjes, dat zijn dan Ranst, Brecht en Izegem en Ninove, waar de absolute meerderheid is. Een dijkbreuk kan jij het ook niet noemen, Arnout? Nee, dat denk ik nu wel niet. Het is ook een heel specifieke situatie in de gemeente. Je hebt altijd 2 grote blokken die tegenover elkaar staan en die het dan elkaar niet gunnen of die te veel eisen van de ander, waardoor dat een kleinere Vlaams Belang afdeling dan... Ja, dus in heel wat gemeenten zijn het twee grote, meestal kartellijsten of grote lijsten. En dan is het Vlaams Belang als kleinere partij de lachende derde die erbij komt. Ja, behalve in Ninove natuurlijk, daar is een andere situatie, maar in die andere gemeenten is het bijna altijd hetzelfde stramien. Je hebt een grote partij en een andere grote partij, die moeten elkaar veel te veel geven. En hebben daar Vlaams Belang die bereid is om heel veel water bij de wijn te doen, om hun naam te veranderen, om dan toch maar in dat bestuur te geraken. Het is dus eigenlijk omdat de rest niet met Vlaams Belang wilde werken, als zij ook niet in die grote kartels zitten, die zo groot mogelijk gemaakt zijn om de burgemeester te kunnen binnenhalen. Daar zijn die Vlaams Belangers altijd aan de kant blijven staan. Wat betekent dat ze daar eigenlijk ja, die ene zetel, die twee zetels hebben, die een toestand kunnen deblokkeren tussen twee grote blokken. En ze eigenlijk bijna onstoemelings nu in die coalities komen. Ze leggen de lat ook niet hoog. Eigenlijk, als ze mogen meedoen, dan zijn ze eigenlijk al grotendeels content. Naam veranderen, geen probleem. Programma... Asielcentrum, geen probleem in de gemeente. Alles kan, als ze er maar bij zijn, om dus dat signaal te geven, we zijn een partij als alle anderen. Ja, goed, het is echt een beetje per ongeluk nu in de blessuretijd van die formaties dat het gebeurt. En ja, hate to say it, maar het is dus weer een rechtstreeks gevolg van dat vermaledijde gemeentedecreet van Bart Somers, waarmee de mensen democratie ging redden en eigenlijk nog nooit zo met een pikgeweel de boel beschadigd heeft als nu. Dat moet je eens uitleggen. Er is een nieuw gemeentedecreet dat in voege is getreden, dus er zijn nieuwe spelregels bij gemeenteraadsverkiezingen. En hoe hebben die hier een rol gespeeld? Dat nieuwe kiesdecreet heeft ertoe geleid dat het heel belangrijk was om de grootste partij te zijn, waardoor daar heel veel mensen kartels hebben gemaakt. Want de grootste partij heeft initiatiefrecht en het grootste stemmenkanon van die grootste partij werd ook automatisch burgemeester. Bovendien, er zit ook een vast harde deadline op. In de eerste week van december zijn er installatievergaderingen. Ja. Als er tegen dan geen bestuursakkoord is, dan volgt een geheime stemming. Dus er zat wel wat druk op de ketel om toch zo snel mogelijk een akkoord te maken. We gaan de schade nog eens opmeten. Hè? Ja. Dus 1, het geniale idee om de stemplicht af te schaffen. Dat ging allemaal geen effect hebben. We zijn van, wat is het, 90% mensen die gaan stemmen naar 63% getuimeld. Iedereen verrast, kijk eens aan, wat een verrassing. Dan die tijdsdruk om de 2 weken wisselen. Herinner je nog? Waar dat ze dan in Gent en in Antwerpen aan het panikeren waren? Antwerpen heeft die regel unilateraal opgezegd. Ja. Niet meer aan mee. Dus zo'n ding, dat klinkt allemaal goed. Hè? Van, ja, om de 2 weken, want dan staan ze onder tijdsdruk. Ja, blijkt dat je in een dorpspolitiek af en toe iets moet kunnen wegmasseren. Dat je wat tijd nodig hebt om al die ego's weer rond een tafel te krijgen. Ja, nee, een stoomfluiter, 1 december, geheime stemming. Waarop dat er dus nu nog 2, 3 gemeenten zijn waar dat helemaal per ongeluk kan gebeuren dat er Vlaams Belangers in de coalitie zitten en iedereen achteraf kan zeggen, ja, dat hebben wij niet gedaan. Ze bedoel, ik zeg niet voor wie dat ik gestemd heb. Allee, en dat dan door Bart Somers, die het lokale niveau waardeert, belangrijk vindt, lief heeft, die daar hele grote praatjes over verkondigd heeft van hoe dat de democratie ging redden. En het is eigenlijk, Hij heeft het decreet vooral op maat van Mechelen geschreven, waar hij zelf in een kartel zit en waar het zelf heel belangrijk is om de grootste te zijn. Niet altijd... Mechelen is niet de rest van Vlaanderen, denk ik. Maar ik vind ook... ook de andere partijen, ze hebben er ook bij gestaan. We hebben dan gehoord in Gent en in Antwerpen, Bart de Wever, die zo aan het roespeteren was van je kunt op zo'n manier geen stad besturen. Dan denk ik van... laat zeggen dat hij andere stukken van het lokaal beleid heel goed gelezen had, zoals ik moet die regels allemaal niet volgen als ik nog fusioneer, dan krijg ik meer tijd en ook heel veel geld. Daar had hij de kleine lettertjes wel gelezen, maar hier... Verrassing, verrassing, ik moet hier plots een raar gemeentedecreet dat we zelf meegestemd hebben. Ik moet er wel bij zeggen dat N-VA nergens het cordon heeft gebroken. Hè. Die zijn heel strikt in de leer geweest. Ja, daar was de partijdiscipline het sterkst bij N-VA. Daar staat ook de partij straks, denk ik. Ik denk dat er heel veel lokale politici zijn die nog wel een CD&V en een Open VLD-kaart hebben, maar zeker bij Open VLD, die naar die partij kijken en denken van, wat gaan ze mij doen? Hè? Of wat levert het mij nog op om trouw te zijn aan de stem uit Brussel? En dus de enige partij waar dat we allemaal 700.000 keer voor de verkiezingen aan gevraagd hebben van je gaat het cordon toch niet doorbreken, is eigenlijk de enige die de partijdiscipline heeft om ervoor te zorgen dat niemand van die partij het cordon doorbroken heeft. Ja, het zijn gekke tijden. Ja. Dus mogen we eigenlijk stellen dat het dankzij het nieuwe gemeentedecreet is dat het Vlaams Belang in een aantal gemeenten mee bestuurt. Dat denk ik wel. Natuurlijk, de lokale context is heel belangrijk, maar de nieuwe regels hebben ertoe geleid beleid dat de omstandigheden in bepaalde gemeenten gewoon een vruchtbare voedingsbodem waren. Ja, want eerst was jullie het punt na de gemeenteraadsverkiezingen dat de verkiezingen eigenlijk geen succes waren voor het Vlaams Belang. Moet je daar nu op terugkomen? Wel, toen zaten we met 2 coalities, nu zitten we met 4. Er kunnen er eventueel dus nog 6 worden, omdat die gemeenten die dus naar die geheime stemming gaan, ja, daar kan ook nog wat uit de lucht vallen. Je moet erbij blijven dat de grote droom van Tom van Grieken toch nog echt wel iets anders was. Dat was incontournabel zijn, zo groot zijn dat ook andere rechtse partijen in Vlaanderen eigenlijk overstag gaan en beginnen coalities te sluiten, zodat ze echt die voet tussen de deur hebben en geleidelijk aan aanvaardbaar worden voor op zijn minst de rechtse partijen. Ja, dat is niet gebeurd. Degene die de sprong wagen met Vlaams Belang wordt nog altijd uit de partij gezet. Het zijn een beetje accident de parcours. Dat is iets anders dan echt je op de kaart gaan zetten in Vlaanderen. Maar oké, het cordon bestaat sinds 1991. En na deze verkiezingen zullen ze dan toch in minstens 4 gemeenten meebesturen. Oké, ik probeer een punt te maken. Of het cordon sanitair is doorbroken of niet, is een kwestie van interpretatie. Maar de nieuwe spelregels bij de verkiezingen die hebben er wel voor gezorgd dat het Vlaams Belang in een aantal gemeenten kan meebesturen. En dus waren de verkiezingen voor het Vlaams Belang alsnog een klein succes? Een klein succes, maar ik denk vooral dat gemeentedecreet. We hebben op voorhand gewaarschuwd dat daar een beetje leerling-tovenaars aan het werk waren. Die hoopten dat het allemaal goed zou uitdraaien. Je moet eigenlijk zeggen, ze hebben daar eigenlijk heel veel dingen veranderd die onverwachte en toch wel een aantal nefaste gevolgen gegeven hebben. In heel het proces van hoe je tot die lokale besturen komt, waarvan we nog altijd veronderstellen dat daar het vertrouwen van de mensen zit. Hè? Dat dat het bestuur is waar mensen zich het makkelijkst mee identificeren, het meest vertrouwen in hebben. En dan moet je nu zeggen dat daar toch echt wel een beetje een potje van gemaakt is. Het punt van Van Impe. De verkiezingsuitslag laat een mogelijke toenadering zien tussen politieke partijen, tussen regio's. Dit is een kans die we moeten grijpen om voor ons land een nieuw samenhangend project uit te tekenen. Koning Filip, positief gestemd op de nationale feestdag. We zijn ondertussen een paar maanden verder en die positieve stemming is wellicht een beetje getemperd bij de vorst. Want hij had het hier trouwens over een samenhangend project. Dat was redelijk controversieel dat hij dat woord gebruikte. Hè? Er werd begrepen, we zaten toen al... Ja, Arizona was toen in de hoofden van velen ongeveer de enige optie voor de regeringsvorming. En zeker bij de PS vonden ze dat heel die speech toch iets te veel uitademde, dat allemaal logisch en goed en stabiel ging zijn. Terwijl op dat moment nog echt moest bewezen worden hoe levensvatbaar die hele constellatie was. Ja. En eigenlijk is dat de rode draad door heel deze formatie. De koning vindt dat Arizona echt op zijn minst tot op het bot moet onderzocht worden of het kan of niet kan. Ja. Hij gelooft dat Bart de Wever de man is om dat project vorm te geven en te leiden. Dus hij keert ook iedere keer terug naar de Wever. En hij gelooft blijkbaar dat daar de stabiliteit zit. Want ik vermoed als het paleis 1 objectief heeft, dan is het een soort van stabiele regering die een aantal jaren mee kan. Dat dus de formule is. Ja, voor alle duidelijkheid, als de koning dat zegt, is dat dan echt de persoon, Filip, die spreekt? Die heeft altijd terugdekking van de regering nodig. Hè. De koning kan nooit zijn eigen mening zomaar aan de burgers komen verkondigen. Dus het is wel doorgesproken geweest binnen de regering. Misschien niet met alle partijen binnen de regering, gezien de reactie van PS. Ja, maar nu over die verlenging van de opdracht van Bart de Wever. Hij wil, zeg je, dat tot op het bot wordt onderzocht. Hij geeft nu de Wever 2 weken extra om zo snel mogelijk een regering te vormen. Van waar komt dat dan? Wie geeft dat dan in? Die laatste verlenging die is logisch. Hè? Ik bedoel, iedereen zat terug aan tafel. Het zou nogal gek zijn om dan te zeggen van we gaan van leider en dirigent switchen. De keren ervoor was het eigenlijk veel minder evident. De Wever is een paar keer naar de koning intussen getrokken om te zeggen van ja, ik bied mijn ontslag aan. Ja. Het lukt niet. Ik heb alles geprobeerd. Ze zitten niet eens meer allemaal rond tafel. En bij eerdere formaties zagen we dat er dan vrij vlot geschakeld werd van we gaan iemand anders, we gaan een afkoelingsperiode, noem maar op. In deze formatie hebben we 1 periode gehad dat Prévot... Ja. in het veld ingestuurd is van Les Engagés. Ik denk dat dat was de eerste keer dat het tussen Rousseau en Bouchez helemaal verkeerd gelopen is in augustus. Ja. Toen is Maxime Prévot van Les Engagés het veld gestuurd. Was zo degene die iedereen moest verzoenen, maar die kreeg ook niet de naam, kon ook verzoener of zo. Nee, die kreeg zo heel weinig. En die kreeg al weinig tijd en ik geloof dat hij aan de helft van zijn tijd al het stokje van Bart doe het maar weer. Allee, dus we kunnen weer door. De bedoeling was toen ook om zo snel mogelijk de Wever terug in het gareel te krijgen. Ja. Dus dat was niet de bedoeling dat Prévot daar alles ging doen. Nee, Prévot moest er gewoon voor zorgen dat iedereen terug aan tafel ging. Ja. Ja, dus iedere keer rijdt de Wever naar dat paleis om te zeggen, want het is toch moeilijk, het gaat nog wel langer duren. Koning heeft op Babend ook toegestaan dat de Wever terug aan zet kwam. Maar ik geloof dat ze toen de boemelterrein noemden. Dat was het eind van de zomer. En waar iedereen wist van, ja, voor die gemeenteraadsverkiezingen gaat er nu echt niks meer bougeren. Dus ja, dan de Wever terug aan zet om te zeggen dat eigenlijk de onderhandelingen nog wel doorgingen, maar dat er toch niet veel meer te verwachten was en dat er niet veel ging gebeuren. Dus het paleis op dit moment faciliteert in verregaande mate dat Bart de Wever zo lang als nodig kan proberen om Arizona op de been te krijgen. Oké, voor het paleis, als ik het goed begrijp, is er dus maar één scenario mogelijk en dat is Arizona met de Wever aan het hoofd. Ja, die proberen altijd de grootste partijen aan de weerskant van de taalgrens bij elkaar te krijgen. De vorige keer, die lange formatie van 2019-2020, was het ook altijd PS, N-VA. En in alle mogelijke formules heeft het paleis geprobeerd om die twee bijeen te krijgen. Dat lukte toen niet. Nu is het iets eenvoudiger in die zin dat MR en N-VA op sociaal-economisch vlak toch zeker dicht bij elkaar horen. Maar er zijn andere problemen dan die constant opduiken. De Wever heeft zelf eens echt zijn ontslag ingediend. Dat werd dan in beraad gehouden voor een week. En na een week mocht hij gewoon verder doen alsof er niets gebeurd was. Maar dus de koning speelt het spel van de Wever eigenlijk. Ze spelen onder één hoedje. Dat is een heel subtiel spel. Wat de koning eigenlijk moet doen, is zeer goed de machtsverhoudingen lezen. Hij moet heel goed lezen van wie is hier aan zet, wie je niet vertrouwen, wie zou kunnen iets forceren. En het tweede wat hij altijd in de gaten houdt is, levert dit iets stabiel op? En dan zou je kunnen zeggen, is er iets onstabieler in het hoofd van een koning dan een Vlaams nationalist die premier wordt van uw land, zal ik het dan maar zeggen. In het hoofd van het paleis intussen, dat is een evolutie die ze doorgemaakt hebben, net wel. Want je ingekapseld in een stabiel systeem, weet je ook van oké, dat is het verder zoeken naar het evenwicht in dit land, eventueel met nieuwe staatshervormingen en dergelijke, maar het niet opblazen. Ik bedoel, het helpt natuurlijk ook dat die communautaire agenda niet zo aanwezig is. In die gesprekken, je weet, enkel N-VA zit echt te hopen op die staatshervorming. Voor de anderen is het allemaal niet zo nodig. Dus het is wel iets gemakkelijker om de Wever aan zet te laten. Dus het is een spel van geven en nemen. Hè. De Wever rijdt iedere keer naar dat paleis, krijgt iedere keer die opdracht terug, mag voortdoen. En tegelijk voel je wel van, dit is ook geen... Arizona is geen project waar ze bij het paleis niet van kunnen slapen. Hè? Ja. Van, hebben we straks nog wel een land om te besturen? Allee, niet dat ze het echt besturen, maar goed. Je voelt wel, herinner je, Filip is koning sinds 13. Filip is ook aan de macht gekomen, of is koning geworden. Ik vind het altijd zo moeilijk om te doen dat een koning echt macht heeft. Hè. Is er geraakt. Maar nu gaan we wat zien met die ingewikkelde formaties van ons. Die rol in de formatie is trouwens een van de weinige formele rollen die hij nog altijd mag spelen. Dus dat is een politiek proces waar de koning onmisbaar is. En we kwamen uit een positie die... Ja, met Albert hadden we ook al langer formaties gehad en die heten zo wat behendig te zijn. Gaat Filip dat nu wel kunnen? Dan moet jij zeggen, in 2014 toen we naar de Zweedse regering gegaan zijn, in 2019 toen hij er alles aan gedaan heeft om PS en N-VA tot het grote Le Grand Accord te krijgen. En nu, dan zie je dat hij eigenlijk weinig fouten maakt. Betekent dat iedereen het ermee eens is? Nee. Maar een koning maakt fouten als er politiek en maatschappelijk discussie begint te bestaan over zijn rol. Ja. En op dit moment leest hij blijkbaar vrij goed dat wat hij doet aansluit bij zowel wat mensen willen als wat binnen de politiek een draagvlak heeft. Maar hij is wel veel stabieler. Bij Albert, ik herinner mij die in 10... Op een duur hadden wij van die woordenlijst voor de gekke dingen die ze verzonnen om mensen het veld in te sturen. We hadden ontmijners, verkenners, opdrachthouders, informateurs, formateurs, preformateurs. Dat hij heel hard zijn best doet om dat niet te doen. Ik heb het gevoel dat ze daar echt kom afwemen. Op Babend was het een quizvraag. Hè. Je kon een periode geven van een formatie die 1,5 jaar geduurd had en dan zeggen van, en wie was er toen in het veld? En ik zei het, bij ontmijner dacht je echt van, dieper kunnen we niet gaan. En toen was het opgelost op paleis door de volgende gewoon de opdrachthouder te noemen. Want we gaan geen nieuwe term meer verzinnen. Dus dat waren de gekke periodes met Filip, moet je zeggen. vrij stabiel. Maar goed, de formaties duren nog altijd wel behoorlijk lang natuurlijk. Hij kan alleen maar de context creëren. Hij kan alleen maar faciliteren. Het is niet van Koning Filip dat het afhangt of dat die pogingen om Arizona op de been te krijgen dan ook echt gaan lukken. En in die zin doet Filip wat hij moet doen. Dat kan een tweede punt zijn. De koning doet wat hij moet doen. Hij vormt een perfecte tandem met Bart de Wever. Je weet, België is een surrealistisch land. Dus ook dat. De koning en de Vlaams journalist samen op weg naar het vormen van een federale regering. Zo gek kan het in dit land zijn. Het Punt van Van Impe. We kunnen daar niet mee spelen, hè? Want wat gebeurt er anders? Dan kunnen de politiewagens niet meer tanken. Dan is er geen papier meer voor de printers. Dus ja, dat is echt de werking van onze overheid. En alles ligt klaar. Dat heeft een aantal weken geduurd om dat klaar te maken. Dat is toch 11 à 12 weken werk. Nu moeten wij dat gewoon goedkeuren en zo snel mogelijk naar het parlement sturen. Alexia Bertrand, de staatssecretaris voor Begroting, over het papier in de printer. Daar moeten we ons dus geen zorgen over maken, want de Vivaldi-regering, dat is de regering in lopende zaken nu, heeft een begroting goedgekeurd. Maar het is een speciale begroting, hè, Liesbeth. Ze noemen het voorlopige 12e. Leg nog eens uit wat dat is. Ja, een van mijn favoriete vragen als ik hier sollicitatiegesprekken doe voor politieke journalisten. Allee, een beetje politieke journalist moet de voorlopige 12e kunnen uitleggen. Het is eigenlijk... Je hebt geen begroting. Je hebt geen begroting voor volgend jaar, maar je moet natuurlijk de pensioenen en de ambtenarenlonen en blijkbaar het papier en de printer blijven betalen. Dus wat doen ze dan? Ze bevriezen het budget van dit jaar. Dus 24 wordt niet geïndexeerd. Ze delen dat door 12. Ze delen dat door 12. En 12 iedere maand, in een jaar. Iedere maand dat je in voorlopige 12e zit, krijg je dus 1/12 van dat budget. Ja. Voorlopige 12e, omdat dat maar een voorlopige situatie is. Dat is ook geen gestemde... Allee, bedoel, dat is een voorlopige situatie. Het blijft de ambitie dat er ooit een nieuwe begroting is, dat er ooit een regering is die kan beleid uitvoeren. Die een echte begroting zou neerleggen. Pas op, er werd in de blasé-tijden, als wij lang onderhandelen en er is geen regering, dan zijn er altijd wel people's die komen zeggen van voorlopige 12e, dat is eigenlijk heel goed, want het indexeert niet, dus... Anders worden budgetten geïndexeerd. Geïndexeerd niet, gedeeld door 12 en niemand kan zotte dingen doen. Je kunt daar trouwens ook niks mee doen. Hè. Ik bedoel, wat je voor de pensioenen gebruikt, moet je voor de pensioenen blijven. Je kunt niet zeggen van, we gaan eens de sociale zekerheid afschaffen en we gaan... Allee, je moet het eigenlijk op dezelfde manier blijven besteden. En sommige mensen... Er kunnen geen zotte dingen gebeuren. Dat zijn vaak niet de grootste fans van de politiek. Zeggen dan van, als ze niks kunnen doen, kunnen ze ook niks verkeerd doen, kunnen ze geen extra geld uitgeven. Dus eigenlijk hou je zo de kosten onder controle. Ja. Het enige probleem is dat we met een begroting zitten die op dit moment structureel aan het ontsporen is. Dus een aantal uitgaven ga je toch moeten doen en dan ga je zien dat die begroting dus niet klopt. En dat je dus op dit moment dus ook niet kan ingrijpen. Oei. Je kan niks doen, je kan geen hervormingen doen, je kan niet zeggen van we gaan hier minder uitgeven, want we weten dat daar uitgaven sowieso gaan stijgen. Dus op dit moment is er grote discussie welke van de twee effecten gaat winnen, of dat het de begrotingssituatie zal beter maken of slechter maken. Dat is nog niet duidelijk. In alle geval, om tot die beslissing te komen van voorlopige 12e, is de regering nog eens samengekomen, zijn de ministers van de Vivaldi-regering nog eens samengekomen. Dat was ook al even geleden. Hè? Ja, het is de tweede keer pas sinds de verkiezingen. Eigenlijk zien die elkaar niet zo vaak meer, die regering en lopende zaken doet niet veel meer. Maar goed, het was nog een keer nodig. Ze hebben nu beslist om het 3 maanden in voorlopige 12e te doen. Gewoon om te zorgen dat het land blijft draaien. Maar ja, ik moet wel zeggen, die regering en lopende zaken echt overlopen van ambitie, dat kunnen ze toch bezwaarlijk ik moet zeggen, dat is een goede zaak, want eigenlijk de definitie van lopende zaken is niet te veel ambitie. Eigenlijk, ja... Je mocht eigenlijk niet veel doen. Je mocht eigenlijk gewoon de winkel beheren. Je mocht beslissingen die al genomen zijn, die mag je uitvoeren. Je mag geen nieuw beleid doen. Je moet heel voorzichtig zijn, want je hebt geen parlementaire meerderheid meer. Maar deze is het wel, is geen ambitie wel op een vernieuwende manier aan het definiëren. We hadden dat zelfs eigenlijk niet helemaal door, hè, dat die elkaar niet meer gezien hadden. Ze doen blijkbaar wat digitale ministerraden. Er wordt al eens gewhatsappt. Maar voor de rest is het daar dus muisstil. Je hoort daar zo die tumbleweeds gaan er door de wedstrijd. Kabinetten die niet meer gaan, zeker van partijen die er niet gaan bij zijn, dat loopt leeg. Dat wordt triestiger en triestiger. Dus ze zitten daar echt te wachten tot het voorbij is. En dat is natuurlijk vorige regeringen hadden soms de neiging om dat wel op te rekken. Mm-hmm. We zijn ooit de oorlog in Libië hebben we bij mijn weten gesteund vanuit lopende zaken. Corona heeft toegeslagen in lopende zaken en toen hebben ze heel het land op slot gedaan. Dus doorgaans moet je ministers wat tegenhouden. Als ze niet ambitieus moeten zijn en als ze een beetje een reden verzinnen, dan vinden ze het fijn als ze zich kunnen bezighouden. Bij Vivaldi is het echt de winter. Ja. Er ligt een dikke laag sneeuw. Het is de laatste beweging van heel het spel en er gebeurt niks. Natuurlijk, het is ook al voor een stuk omdat de premier eigenlijk ook afgehaakt is. Hè. Ja, die... Alexander De Croo, zeg je, is er niet meer bezig. Sinds de verkiezingen, hij heeft geen interviews meer gegeven. Hij reageert kribbig als iets gevraagd wordt door de tv-journaals. Je merkt, hij voelt zich miskend door zijn regering en door de pers. Dus hij loopt wat mokkend rond, denk ik. Dus ja, die is niet meer echt geïnteresseerd om nog veel dingen op poten te zetten. Waar is de premier dan wel mee bezig, Liesbeth? Jij hebt ooit geïnsinueerd dat hij een buitenlandse of een internationale job wel zag zitten. Dan gaan we nog eens kwaad maken. Daar is hij altijd zo verschrikkelijk kwaad voor. Ja, intussen moet je natuurlijk wel afvragen van wat anders is er nog. Hè? Hij kan terug naar de privé gaan. Hij kan hopen dat hij ergens toch nog opgevist wordt. We weten dat hij moeite gedaan heeft om te kijken of hij geen eurocommissaris kon worden. En dat was op zich een piste waar je nog kon van denken, ja, dat slaat nog ergens op. Maar ja, niemand gaat hem dat op dit moment nog gunnen. Hij zit nog altijd in de Kamer. Iedereen had verwacht dat hij daar zijn zitje zou opgeven, dat hij geen zin zou hebben om gewoon Kamerlid te worden. Op dit moment maakt hij daar geen aanstalten toe. In een partij die zegt dat ze wil vernieuwen en dat ze vers bloed wil en waar de opvolging al bijna klaar staat, zorgt dat ook voor vrevel, samen met Vincent van Quickenborne trouwens, maar ook binnen de Open VLD. Er wel zijn die vinden dat ruim nu plaats... Maar hij zal ook burgemeester van Brakel worden. Burgemeester van Brakel, want hij is daar wel 10% kwijtgespeeld, maar heeft daar nog altijd een absolute meerderheid. Ja. Maar ik denk dat hij... Ja, je weet natuurlijk niet hoe lang dat hij er nog zit. Je hoort hier en daar nog wel eens dat als er iets buitenlands is dat hem er zeker is, dat nog altijd het niveau is waar hij zich het best voelt. Maar het is wel duidelijk dat de federale regering waarvan hij formeel nog altijd de premier is, dat niet meer is waarvoor dat hij warm kan lopen. Oké, dat is dan het derde punt vandaag. Vivaldi is een WhatsApp-regering van mensen die elkaar niet meer zo vaak zien en een wel erg passieve regering van lopende zaken. Je moet dus maar hopen dat er niks ergs gebeurt, hè. Zoals dat zo plots oorlog zou zijn of dat er weer een energiecrisis zou zijn of zo. Ja, dan gaan ze daar wel moeten wakker schieten, want dan moet je in lopende zaken duidelijk maken dat het land toch nog altijd geregeerd wordt. Maar op dit moment hopen ze eigenlijk dat het... Ik denk dat ze daar vooral hopen dat er zo rap mogelijk een regering is, dat iedereen zijn doos kan inpakken en aan de rest van zijn leven kan beginnen. Het punt van Van Impe. Dankjewel voor de punten. Dankjewel ook Arnout, viel het een beetje mee? Ja hoor, ja. Best oké. Je mag terugkomen. Oké, dit was het Punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van Liesbeth Van Impe, de hoofdredacteur, van Arnout Gyssels, politiek journalist, en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan Kim Lano voor het beeld, aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Santens van House of Media voor de montage en aan Bert Heijvaart voor de productie. Tot het volgende Punt van Van Impe.